Yo mensen, welkom bij een nieuwe video van From Inside Out. Als je kan zien, ik ben nu op YouTube en de reden dat ik op YouTube ben is omdat ik jullie een trucje wil laten zien hoe je je achtergrond zwart kan krijgen. Sommige mensen weten het al, sommige mensen weten het niet. Daarom heb ik dus deze video gemaakt. Zoals je kan zien, ja, het is nou dus gewoon wit. En hoe krijg je hem dus zwart? Dat ga ik nu laten zien. Dan ga je gewoon naar beneden. Je hebt hier deze dingen staan. En dan heb je je nieuwe functies testen. Die heb je gekregen omdat er een nieuwe update is gekomen van YouTube. En er is mij verteld dat het alleen werkt met Google Chrome. Maar als je ziet, ik ben op Edge. Nou, jullie kunnen het niet zien, maar ik ben op Edge. En het werkt ook. Dus ik ga de nieuwe functies testen. Dan krijg je deze pagina voor je. Het enige waar je om moet drukken is probeer vernieuwde YouTube, klik je aan, ga naar YouTube, even wachten, voilà. Als je kan zien is dit al anders dan zo net en is dit ook een beetje anders. Wat je doet is je klikt op je account, op je foto zeg maar, dan krijg je dit allemaal tevoorschijn en dan doe je donker thema doe je aan. Bij mij is die al aan, dus ik moet hem uitzetten om hem zwart te krijgen. Maar je moet hem dus aanzetten. Nou, zoals je kan zien is hij nou zwart. Ik vind het zelf mooier dan wit. En als je 's avonds YouTube wil gaan gebruiken, dan is dat witte soms te fel aan je ogen en daarom is zwart ook makkelijk. Vond je dit nou een leuke en nuttige video? Doe dan zeker het duimpje omhoog. En abonneer als je het nog niet gedaan hebt. Want we hebben jullie zeker nodig. En we hopen dat jullie het leuk vinden. Dus tot de volgende keer mensen.